dat is echt zuur. Echt jammer. Een beetje een heel apart gevoel. De 1-0, ja, eerst zelf begin je gewoon goed, maak je de 1-0 en ga je met een lekker gevoel de kleedkamer binnen. En denk ik van ja, nu moeten we doorpakken. En maar helaas, het mag niet zo zijn. Ja, want jullie pakken inderdaad ook door in de tweede helft, komen zelfs op 2-0. Had je het gevoel dat jullie gingen winnen vandaag? Ja, toen we die 2-0 maakten was echt wel een heerlijk gevoel. Van ja, weet je, die euforie tijdens de wedstrijd, gewoon allemaal juichen en gek doen. En dan merk je wel dat zij sterker worden, dat ze gewoon meer balbezit komen, dat ze toch wel doorheen aan het drukken zijn. Daar probeer je hem tegen te houden, maar ja, dat is helaas niet zo mogen zijn. Wat gaat er dan allemaal mis bij jullie na die 2-0? Want sluipt er misschien een stukje onzekerheid in de ploeg? Dat denk ik niet. Ik denk dat wij spelen natuurlijk altijd met heel veel druk. Dus we gaan altijd volle bak vooruit. Dus op elke linie dat zetten we druk vooruit. Achterin spelen we vaak 1-op-1. Dus dat vergt natuurlijk heel veel energie. Dus misschien is dat een reden geweest waarom we het laatste kwartier moeilijker hadden. En zij gingen natuurlijk gewoon volle bak door. Dus dat zou een reden kunnen geweest. Maar we hebben het er niet over gehad, dus dat komt later wel, denk ik. In de laatste minuut krijgt Goes een penalty, dubieus moment. Kon jij zien wat er gebeurde daar? Ik stond in de middenlijn, ik heb het niet gezien. Maar volgens mij, de Marco die de bal pakte, volgens mij hij vloog, de nummer 9 van hem, die vloog voorlangs. Ik heb geen idee of Marco hem raakte of niet. Dus ik heb geen idee. Volgens mij waren ze aardig boos hier, dus misschien is het geen terecht geweest. Ik heb geen idee. Ja, dat is inderdaad nog de vraag. Wat wel zeker is, dat het bekeravontuur helaas voor jullie voorbij is. Ja, hoe hard komt die klap aan? Ja, het is natuurlijk een begin van zo'n beloning. Je mag naar Groningen toe omdat er een andere club uitvalt. En dan win je hem daar. En dan kom je in de bekerloting en mag je thuis tegen Goes. En dan hoop je gewoon dat je die ook kan pakken om tegen Cambuur thuis te spelen. Dat is in ieder geval heel mooi meegenomen. Maar nogmaals, we gingen gewoon vol voor de winst. En dat is, hebben we ook laten zien als spel. Volgens mij hebben we alles gegeven. En laten zien wat we in huis hebben. Alleen het mocht helaas niet zo zijn op het eind.